Hallo iedereen, ik ben Matteo Declercq. Jullie hebben al heel dikwijls in de comments gevraagd om een bikecheck te doen. Vandaag ga ik hem doen met mijn crossfiets. Let's go! We beginnen met het kader. Het is een Colnago Prestige. Ik heb hem nu al 2 jaar. Het is een maat 46 sloeping. In het begin stond het zadel hier, nu staat hij hier. Ik ben er nog altijd super content van. Ik heb er al de wildste stunts mee gedaan, het is nog niks aan. Ik ben nu 1,53 meter en je kan het in deze maat gebruiken tot 1,66 meter. Het moet wel een goed kader zijn, want Wout van Aert reed er enkele jaren geleden ook mee. Je ziet dat er bij het frame geen bidonhouder is. Daar is een heel simpele reden voor. Als crosser moeten we regelmatig de fiets op de schouder doen. En dat is heel moeilijk met een bidonhouder. Daarom moet ik hem regelmatig mee in mijn zak nemen. En zo heb ik altijd mijn bidon mee. Dan gaan we nu over naar de wielen. Het zijn aluminium stiltwiels, diskwielen. Super stevig, steviger dan carbon. Lage profiel. Tuben liggen erop. En het is ideaal om door het slijk en bunny hops mee te doen. Het is de sponsor van onze nieuwe ploeg. Ik ben er heel content van. Dan nu de tuben. Het zijn griffeltuben van Dugast. Meestal pomp ik ze op tussen de 1 bar en de 1,2 bar. Het is 33 mm breed. Ik heb ook nog een ander profiel, Rhino. Die gebruik ik bij heel zware omstandigheden, maar meestal is het dit profiel, het griffelprofiel. Dan hebben we hier het krankstel Rotor 3D van 155 mm. Ik blijf met deze korte kranks rijden, zolang ik geen 1,65 meter ben. Wat heel belangrijk is voor de crossers zijn de pedalen. Ik heb XTR pedalen van Shimano, die zijn inderdaad heel belangrijk, omdat je vaak in en uit moet klikken. Ik heb voor XTR gekozen, omdat die dichter bij het krankstel staan. Gezien mijn jeugdige leeftijd is dat beter voor mij. Een van mijn sponsors is C-Bear, dat zijn keramische lagers. Ik heb keramische lagers van C-Bear op deze fiets en niet op mijn andere, maar ik voel duidelijk een verschil. Bij keramische lagers van C-Bear zijn ze veel soepeler om te trappen. Ik rijd met een cassette van 1128, hier voel ik mij het beste bij. Met een combinatie van een enkel blot van 34 tanden raak je overal op. Jullie zien ook dat ik een kettingvanger heb. Wat jullie ook gezien hebben, is dat ik al 2 keer een wedstrijd heb verloren omdat mijn ketting er is vangevallen. Dat kwam toen omdat ik toen een ovalenblad had. Nu heb ik weer een rond blad. Op een ovalenblad kan je geen kettingvanger steken, daarmee dat hij er soms afviel. Met deze kettingvanger gebeurt dit nooit. De fiets is volledig afgesteld met Shimano Ultegra Di2. Dat is gewoonweg top, elektronisch schakelen. Omdat als je vingers in de winter zo goed als bevroren zijn, dan hoef je maar een licht tikje te geven en hij verspringt al. Het stuur is 38 cm breed, dat maakt voor mij dat ik heel rap bochten kan nemen. Heel veel dingen aan mijn fiets zijn tweedehands, net zoals mijn zadel. Ik heb dit zadel op de kop kunnen tikken bij het team Sunweb. Het past perfect bij de kleuren van mijn fiets. Het is wel van Giant. Verder heb ik nog wat toffe stickers op mijn fiets hangen om hem te personaliseren. Dit carbon kapje op mijn stuurpen vind ik ook heel leuk, want deze kreeg ik toen ik Vlaams kampioen werd. Zo, dit was de bikecheck. Ik hoop dat jullie er hebben van genoten. Als jullie nog dergelijke video's willen zien, laat dat dan gerust weten in de comments. Steek alvast een duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan nu!